Hi, goedenavond. Hallo. U bent filosoof, schrijver en atheïst. Ja, dus mijn hart zit, dat zit meer in mijn hersenen dan dat rationaliteit dan in mijn hart en mijn nieren. Oké, en u zegt, hoe komen we van religie af? Daar gaat uw boek over. Ja. Waarom wilt u van religie af? Omdat het ten eerste niet waar is en ten tweede heel slecht is voor een heleboel mensen. Het veroorzaakt een heleboel leed in de wereld en de wereld zou een stuk beter af zijn als we van religie helemaal af zouden zijn. Oké, maar er zijn miljarden mensen op de wereld die ontzettend heilig geloven in het feit dat er een God bestaat. En daarom heet het ook geloof. Ja, maar er waren ook heel veel mensen die dachten dat de aarde plat was en de aarde is niet plat en God bestaat ook niet. En dan heel praktisch, hè? Bent u voor het bijzonder onderwijs? Nee, bijzonder onderwijs vind ik een heel slecht iets, zeg maar, omdat dat leidt tot verzuiling en dat ook leidt dat kinderen soms in meer of mindere mate worden geïndoctrineerd in een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. En ik ben ervoor dat eigenlijk kinderen vrij horen te zijn van religie. Okay. Kinderen, pas als je 18 bent, kijk, als je 18 bent mag je autorijbewijs halen en mag je drinken en zo, vind ik ook gelden voor religie. Religie, als kind mag je niet religieus zijn. Maar hoe ziet dat eruit? Als u tegen het bijzonder onderwijs bent, nou stel ik wil mijn kind brengen naar de islamitische school. Ja, die is er niet. Wat moet ik doen dan? Nou, een van de vele algemene seculiere scholen brengen die helemaal gedifferentieerd kunnen zijn naar verschillende pedagogische onderwijskundige gronden. Maar religie, dat zit er niet bij. Je krijgt een lesje over islam en een lesje over andere religies. Op een openbare school, zo moet ik het zien. Ja. En bijvoorbeeld, stel zwemlessen of ik wil halal eten voor mijn kinderen, want ze lunchen samen, wat doe ik dan? Hoe lossen we dat dan op? Nou, dat samen zwemmen, dat hoort gewoon bij de regels die op seculiere scholen gelden. Dus dat, en net als het hoofddoek, ik vind dat religie dus niet voor kinderen is, dat hoopte ik dus ook niet op lagere en middelbare scholen thuis hoort. Dus dat hoort in de schoolreglementen. Samen zwemmen hoort erbij en hoofddoeken en andere religieuze hoort er niet bij. Maar waar bent u bang voor als het wel gebeurt? Nou, ik wil graag kinderen de mogelijkheid geven om zelf te beslissen wat ze later willen worden. Het moet een goed geïnformeerde keuze zijn. En als je als ouder zegt, we dwingen jou een identiteit op, dat moet niet mogen, zeg maar. Kinderen, misschien wil je als je ouders moslim zijn, later wel atheïst zijn. Of je wil later jood zijn. Dat kan altijd, of christen, dat kan altijd. Maar die mogelijkheid moet je helemaal open laten, zeg maar, voor zolang mogelijk. Het is gewoon religie is net als porno, het is niet voor volwassenen. Nou, dat is wel een hele rare vergelijking die u maakt. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo goed dat ouders hun religie aan hun kinderen opproberen te dringen. Kijk, ik vind het is net als je vader een postzegel samenhoudt. Dan kan je wel proberen dat je kind te laten wijsmaken dat het iets heel leuk is. Maar als het niet lukt, dan niet, zeg maar. Maar zo gaat het ook met religie. Nou, dat is mooi dan, zeg maar. Maar dan, je hebt geen postzegel. Ja, oké. Okay, als het alleen maar zegt. Maar je moet het kind ook niet te veel ermee lastig vallen. In ieder geval niet fysiek. Hè. Je moet niet de voorhuidjes eraf gaan knippen of schaamlippen eraf gaan snijden. Of weet ik wat. Dat doen we ook niet, laatste. Nou, oké. Maar dat is wel mooi. Misschien andere religies? Nee, dat komt. Islamitische vrouwen in Nederland, die lopen het risico om besneden te worden. Nee, en ook niet. Dat is een andere discussie, maar dat is in bepaalde landen. Maar ook dat je bijvoorbeeld je kinderen in het weekend naar een Koranles stuurt, zeg maar. Mag dat? Nou, kijk, politiek kan ik er niet tegen zijn, maar moreel zou ik zeggen van laat ze liever voetballen dan dat ze daar zo'n boek uit hun hoofd gaan leren en dan met een lineaal ervoor langs krijgen. Maar ze leren dus dat homoseksueel niet gelijkwaardig zijn. Het valt mij wel op, u pakt alleen de negatieve dingen van het geloof. Hoe zit het met de mooie religieuze dingen waar wij achter staan, wat wij prediken? Alle liefde, waar blijft dat in uw boek? Predikt u dat ook in uw boek? Dus religie is als een hobby, zeg maar. Het is een levenswijze, het is geen hobby. U kunt het niet vergelijken, dat is een beetje appels met peren vergelijken. Nee, het is een hobby, een individuele hobby. Nou, en die kun je uitoefenen als je daar positieve dingen aan hebt. En als je daar veel goede dingen voor anderen mee doet, dan is dat mooi meegenomen. Maar ik ben als ethicus focus ik me op de negatieve kanten. En die kan je niet zeggen, ja, maar het heeft veel positieve kanten. Ja, kijk, Hitler deed ook positieve dingen, dus dan moet je niet Hitler zeggen... Hitler was een atheïst, hè? Wat zeg ik? Hitler was een atheïst. Nee, hij is een paganist. Stalin was ook een atheïst. Ja, dus heeft heel veel negatieve dingen. Dat is een andere discussie. Nee, maar daar wil ik wel iets over zeggen. Kijk, ik ben niet alleen een atheïst, ik ben een liberaal die gelooft in individuele waarden op zich. En al die dictators die jullie noemen net, die zijn dat niet. Dus het gaat om, het gaat om een humanistisch liberaal wereldbeeld. Maar een liberaal? In liberaal maakt het juist mogelijk voor iedereen om zijn eigen identiteit uit te dragen. Ja, maar die mag niet. Ik sta voor dat. Dat is dus de paradox van het liberalisme. Dat je dus intolerant moet zijn tegenover intolerantie. En dat je kinderen zo groot mogelijk vrijheid moet geven. Dus ook als je ouders de pech hebt dat je ouders heel radicaal in een bepaalde religie zijn. Dat jij toch maar zegt: nou, ik ben artistisch homo. Ja. En ik ga gewoon lekker de straat op in mijn leren pak. Ja. En dat je dan. En die Koranles die kan je in je hol steken. En dat je dan gewoon. En dat je dan toch. Hij gewoon moet wel respectvol blijven, vindt u? Ja, niet? Ik heb geen. Kijk, atheïsten hebben ook volgens mij een soort van morale normen. Kijk, je moet voor religie moet je geen respect hebben. Kijk, ik heb het niet over religie, maar mensen over het algemeen. Ja, maar kijk, als je arts bent, dan heb je ook geen respect voor de
Je, voor de ziektes, je moet, voor de patiënten moet precies. Je... En religie is heel ook goed, een ziekte. Heel goed. U vergelijkt met ziekte, maar waar gelooft u zelf in? Dat vind ik wel interessant. Geloven. Bedoel, wat is nou geloven? Je neemt dingen aan op basis van waar je goede argumenten voor hebt. Dus geloven betekent dingen voor waar aannemen waarvan je wel kunt nagaan dat het niet zo is. Hij is ingeprogrammeerd. Hij is ingeprogrammeerd. Dat noem ik ingeprogrammeerd. Maar dan nadenken. U bent geïndoctrineerd door het ATS, maar laten we het daar maar op houden. Dat is een geloofsovertuiging, hè? Nee, dat is flauw. Ja.